Op het ministerie van Justitie en Politie is de bewustwordingscampagne Trafficking in Persons, Mensenhandel, gelanceerd. De slogan bij deze campagne is: kijk om je heen, doe er wat aan. Wij voeren u terug naar dat moment. Dames en heren, mensen aan drie vele gezichten. Het gaat over meisjes, het gaat over jongens, het gaat over vrouwen, het gaat over mannen die onder onterende omstandigheden werkzaamheden verrichten. Het gaat over het meisje dat door een vriend uitgelokt wordt en soms seksueel uitgebuit wordt om met anderen naar bed te gaan. Mensenhandel gaat ook over een jongen die door zijn oom aangezet wordt om criminele activiteiten uit te voeren. Mensenhandel is ook die vrouw die buiten Suriname woont en beloofd wordt met de belofte een mooie job, hier terechtkomt, in een club terechtkomt en seksueel uitgebuit wordt. Dat is ook mensenhandel. Mensenhandel is ook wel wanneer mensen illegaal in een land vertoeven en misbruikt worden en onder erbarmelijke omstandigheden ingezet worden om te arbeiden. Dat is precies wat meneer Kairou zei, je wordt uitgebuit. Het heeft alles te maken met uitbuiting. Vandaar dat we het ook noemen een moderne vorm van slavernij. Het heeft vele gezichten. En ik heb wat voorbeelden genoemd, alleen maar dat u weet waar het om gaat. Want vaak praten we over definities, maar we weten vaak niet. We kennen de signalen niet waar het om gaat. We weten vaak niet waarop we moeten letten. Maar het is heel dicht bij ons. Het is ook goed om, denk ik, in dit verband direct ook aan te geven het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel. Omdat ze vaak in één gebruikt worden, maar het zijn twee delicten op zich. Ik wil kort, dit zijn geen juridische definities, maar ik wil wel kort aangeven wat mensensmokkel is. Mensensmokkel is meer het helpen van mensen, dat je ze helpt om de toegang te krijgen tot je land, tot een land, en meestal illegaal. Hierbij is dat die migrant betaalt voor zijn tocht. Het kan overlopen verder soms tot mensenhandel, wanneer je even een moment niet kunt betalen, je kunt je schuld niet aflossen, dan kan je ingezet worden of uitgebuit worden om te arbeiden onder verschrikkelijke omstandigheden. Dus zo zie je hoe dat de feiten in elkaar lopen. Wat is mensenhandel? Mensenhandel is het verwerven, het vervoeren, het overbrengen, het huisvesten van mensen. En vaak is het onder dwang. En elke keer weer is het doel om die mensen uit te buiten. En het hoeft niet per se grensoverschrijdend te zijn, want vaak denken we het moet pas wanneer het vanuit een ander land naar hier. Nee, mensenhandel hoeft niet over grensoverschrijdend te zijn. Een van de zaken is waarom u denkt, ja, maar waarom zijn we hier, is meer bekendheid te geven aan die samenleving over mensenhandel. Vanwege de vele gezichten. En er lopen heel veel slachtoffers rond binnen de samenleving en we herkennen het niet. We kunnen het niet signaleren. En vandaar ook dat het ministerie het beleid ook op gericht is om veel meer op te werken op het stuk van preventie. Veel meer om aan te geven aan die samenleving waarover we praten, zodat we met z'n allen om ons heen kunnen kijken en het kunnen aangeven. Een van de zaken ook is dat het ministerie ook overgegaan is tot een beetje meer slachtoffer approach. En dat is vanuit de werkgroep is dat gebeurd, dat wij gezegd hebben op een gegeven moment, als je de slachtoffer kan beschermen, omdat u weet wanneer iemand slachtoffer is van mensenhandel, meestal is het dat zo'n persoon bevreesd is. Vaak word je bedreigd. Want soms zeggen we, ja, maar de persoon wil het wel. Soms wil je dat, maar je weet niet onder welke dwangomstandigheden of bedreigingen daaraan vooraf zijn gegaan. En vrees is een van de zaken die we zeker in acht moeten nemen. Vandaar dat het belangrijk is dat
dat je het slachtoffer moet beschermen. Dus wat we nu hebben is een veel meer het beleid dat gericht is op daders, op slachtoffers die we beschermen. Want we zeggen bescherm je ze, zodat ze niet bevreesd zijn. Dan kun je beter komen tot aangifte, want meestal doet men geen aangifte hierover. En niet alleen dat je aangifte doet, we kunnen beter opsporen en beter berechten van daders. Dus vandaar onze slachtoffer approach. Waarom is het nog belangrijk nu deze tijd dat we oog hebben voor mensenhandel? Het is belangrijk omdat als we nagaan de actuele situatie internationaal om ons heen, zien we migratie en vluchtelingenstroom. En dat zijn nou net de mensen, migranten, die slachtoffer kunnen worden van mensenhandelaren. Dus vandaar dat het ook van belang is om mensen te informeren wat het beleid is in Suriname en dat er altijd een plek voor ze is waar ze naartoe kunnen. Ten aanzien van de werkgroep, voordat ik overga tot een aantal zaken, lijkt het me goed om een aantal verrichtingen van 2018 aan te geven. De werkgroep is een interdepartementaal werkgroep. Dat betekent zijn verschillende ministeries die daarbij bijdragen aan het geheel. En de afgelopen jaar hebben we een aantal verrichtingen gehad. We hebben trainingen verzorgd in de verschillende buurtorganisaties. We hebben in samenwerking met de Amerikaanse ambassade zijn er trainingen opgezet met betrekking tot het beter detecten, het beter investigation, dat betekent beter opsporen, beter vervolgen van tipslachtoffers en daders. Verder wat we gedaan hebben is dat we heel veel operaties zijn uitgevoerd. Er is zelf een hele grote operatie in 2018 uitgevoerd waar Interpol ook aan heeft meegewerkt met het door de middelen. Die operatie is uitgevoerd in samenwerking met het Nationaal Leger en het Directoraat Nationale Veiligheid en het Korps Politie Suriname. Dat was een vrij grote operatie van dagen. Daarnaast zijn er aantal operaties uitgevoerd, allemaal op zoek naar slachtoffers van mensenhandel. Verder lijkt het me ook goed, ik ben niet iemand echt van cijfers, maar wat de werkgroep ook doet is het verzamelen van data. De data is van belang om te verzamelen, omdat u weet, vaak heb je dat de rapporten uitkomen en dat landen gerankt worden op wat heb je gedaan op het stuk van mensentrafficking. Ik moet zeggen dat we veel gedaan hebben. Als we kijken wat het Korps Politie Suriname alleen aan aanhoudingen heeft verricht, zijn dat al, als ik even mag kijken, 228 aanhoudingen zijn er verricht, waarvan zeker 73 in verzekering zijn gesteld. 123 in verzekering zijn gesteld en 73 zaken zijn doorgestuurd voor verder onderzoek naar het Openbaar Ministerie. Dat is een heleboel dat verricht is. Maar waar komt het nu op aan? Ik denk dat het goed is dat ik een punt hierop maak. Dat het niet alleen gaat om de verrichtingen en aanhoudingen, maar vaak is het dat men pas wanneer iemand is berecht voor het delict mensenhandel, dat ook wordt aangegeven of aangemerkt van, nou je hebt zoveel mensen berecht. En dat is waar wij eigenlijk niet kunnen zeggen van, we kunnen niet zitten op de stoel van de rechtspraak. Dus we weten nooit als iemand inderdaad, je houdt iemand aan, als het uiteindelijk de persoon inderdaad berecht zal worden voor mensenhandel. Je maakt de case klaar, de politie maakt meestal onderzoek, maakt het dossier op. En het gaat naar het Openbaar Ministerie. Die brengt vaker de dossiers verder voor berechting. Ik moet zeggen, voor het jaar hebben we maar één case gehad waarvan iemand berecht is. Maar dat betekent niet dat er niet een aantal zaken dus zijn onderzocht. Voor wat de verdere laatste verrichtingen dat we verricht hebben als werkgroep, is dat we een nationaal plan hebben vastgesteld om een sterke impuls te geven voor 2019, om een sterke impuls te geven met betrekking tot de bestrijding van mensenhandel.
Zometeen zal ik ook het document aan de minister aanbieden. Dat zal een leidraad zijn voor het jaar 2019, waar we ons voornamelijk zullen richten op preventie. En dat is de start vandaag, dat we starten met onze voorlichting. We zullen verder op slachtoffers richten, dat we ze kunnen beschermen, een plek kunnen geven. En daarna sowieso blijven we handhaven, we blijven opsporen en we blijven vervolgen. Ik zou er ieder willen vragen en een beroep willen doen ook op die samenleving. Doe mee, kijk om je heen, geef het aan. We weten het vaak niet, maar het is vaak dichtbij je dat iemand geëxploiteerd wordt. Het hoeft niet alleen maar te zijn, ik heb een paar voorbeelden opgenoemd van jongeren die geëxploiteerd worden soms door de loverboys. We kennen dat als loverboys. Daarom zeg ik, blijf om je heen kijken en geef het aan. Twijfel je, je kunt altijd bellen en wij kunnen onderzoeken. Tenminste, de onderzoeksdienst van de politie kan altijd onderzoeken wat er aan de hand is. Maar laten we met z'n allen, de media, ik doe een beroep op u, want we kunnen het niet alleen doen als ministerie. Alle actoren, de hele samenleving, laten we allemaal een vuist maken tegen deze moderne vorm van slavernij. Mag ik u bedanken en dan ga ik bij deze de minister het plan aanbieden. Als voorzitter van een werkgroep biedt u het plan 2019 aan dat we zeker zullen uitvoeren. En we geven start al aan de preventiecampagne, minister. Dank u. Alsjeblieft. Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan de werkgroep Trafficking in Person voor de aanbieding van het actieplan voor 2019 in zaken de aanpak van de mensenhandel. Dames en heren, zoals het eerder gezegd is, is mensenhandel een moderne vorm van slavernij en als gevolg hiervan ook een grove schending van de mensenrechten. Door die handelingen wordt er een inbreuk gemaakt aan die persoonlijke en die lichamelijke integriteit van mensen. Het gaat om het menswaardig gevoel. Dat wordt geschaad. Dit laatste hebben onze voorouders, de transatlantische slaven en arbeidsmigranten, aan de leven mogen ondervinden. De regering van Suriname heeft zich gecommitteerd om mensenhandel in al zijn vormen te bestrijden met behulp van interdepartementale coördinatiestructuur met een aanpak waar het slachtoffer centraal staat. Ik zal u de visie nou van de Surinaamse regering weergeven. Suriname heeft door de duurzame aanpak van mensenhandel een klimaat geschapen waarin personen die zich schuldig maken aan mensenhandel of dit overwegen, worden ontmoedigd. Dat is het uiteindelijk doel. Hierin speelt de actieve bijdrage van de samenleving een belangrijke rol. Het is al eerder aangegeven, de sociale controle moet aangescherpt worden bij het waarnemen, bij het zien van vreemdelingen. Het zal soms wel lastig overkomen en we hebben een bepaald gevoel. Maak het kenbaar, breng het onder de aandacht van de autoriteiten. Want die zullen dan gelijk onderzoeken of betrokkenen al dan niet illegaal in het land zijn, of als er sprake is van mensenhandel of mensensmokkel. De nadruk zal dit jaar gelegd worden op het mobiliseren van actoren, informeren van de gemeenschap en creëren van een zodanige bewustwording dat mensenhandel wordt gezien als een grove schending van mensenrechten. Het is die awareness gaan we moeten aankweken. Het probleem van trafficking in persons kent geen grenzen en is in samenwerking met andere landen een absolute must. Dames en heren, de komende tijd, zoals eerder gezegd, zal er agressiever handhavingsbeleid ten aanzien van tipgevallen gevoerd worden. De controle in de risicogebieden zullen door de Korps Politie Suriname in samenwerking met het DNV en het Nationaal Leger opgevoerd worden.
die grenzen mogen we niet vergeten. Vooral in het binnenland zal er extra aandacht aan worden besteed. We zullen de opvang en de begeleiding van tipslachtoffers verder verbeteren en duidelijke protocollen ontwikkelen inzake de verwijzing van slachtoffers voor begeleiding. Er zullen meer trainingen verzorgd worden voor de functionarissen van onder andere KPS, Immigratie, het ministerie van Arbeid, ook de mediawerkers, buurtorganisaties en gezondheidscentra op het gebied van identificatie en bescherming van tipslachtoffers. De samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven, de samenleving en burgerorganisaties, de NGO's, zal geïntensificeerd worden. Een effectieve samenwerking tussen overheidsinstanties, het bedrijfsleven, de samenleving en NGO's is de sleutel tot het voorkomen van mensenhandel. U als mediawerkers zijn eveneens een belangrijke factor binnen dit proces. Dames en heren van de media, speciaal voor u. Zoals eerder aangegeven zal de komende tijd extra aandacht worden gegeven aan trafficking in persons. U bent vandaag hier aanwezig om deelgenoot van te zijn van de launch van de bewustwordingsmediacampagne. Het doel van deze bewustwordingsmediacampagne is om meer inspanningen te plegen om het bewustzijn van mensenhandel in de samenleving te vergroten. Uw hulp is van eminent belang. Zulk zal geschieden door middel van diverse voorlichtingsprogramma's, uitgezonden via verschillende mediahuizen, het toereiken van folders, het onthullen van billboards, het verschaffen van informatie op alle grensposten en risicogebieden. Het probleem van mensenhandel komt vaker voor dan men zou denken. Slachtoffers van mensenhandel kunnen overal in het land voorkomen. Het is de taak van de overheid, de samenleving en de buurlanden als ook de internationale gemeenschap om hier een eind aan te brengen. Daarom stellen we het volgende. Kijk om je heen en doe er wat aan. Hiermee geef ik een startsein aan de campagne.